Enkel licht verslaat de duisternis. Fires for Freedom, we zijn de brengers van het licht. Bij volle maan, 9 oktober 2022, zullen we over de hele wereld onze Fires for Freedom aansteken. We moeten naar de plekken toe waar de duisternis huist, om daar het licht te brengen. Breng je drums, gitaren en andere instrumenten mee. Ik denk dat wij hier absoluut in Den Haag moeten gaan staan met die fakkels om het licht te brengen. En de duisternis, ik denk dat ze raakt. Als we boos worden, als we ze uit het torentje gaan trekken. Het kwaad voedt zich op angst en op haat. Dus dat is het laatste wat wij moeten doen, is blijven voeden van het kwaad. Vorige week, afgelopen weekend, was het volle maan. Ik buiten filmen. Want Hilda, er komt wat aan en ik wil de beelden van de volle maan. Nou, die knutsel ik dan boven dit gesprek. Dat zie jij nu niet, maar als het klaar is, dan zit het erboven. Wat heb jij met de volle maan, Hilda? Ja, de volle maan is natuurlijk prachtig. Meestal gaan we demonstreren, we gaan ergens naartoe, we lopen weer het rondje om de kerk en we gaan om 4 uur weer naar huis. Nou ja, we roepen wel wat langer. Daarmee win je het natuurlijk niet. Het is heel goed voor de verbinding. Het is ook belangrijk, mensen die zich alleen voelen, dat die op die manier elkaar kunnen vinden. Maar het is tijd voor wat anders en het is tijd om gewoon te zeggen, we gaan niet meer naar huis totdat we hebben gewonnen. 2 weken geleden, waar buitenlandse koppen bij elkaar gestoken is, bedacht. Toen kwam het idee vanuit een wereldwijde groep, laten we vuren gaan aansteken en laten we zorgen dat we daar een soort van Occupy gevoel gaan neerzetten. Dus een tent mee en niet meer naar huis en zorgen dat ons de beurt die vuren brandend worden gehouden en dan een soort symbolisch. Iedereen kan een vuur beginnen, maar kom het vuur dan halen bij de bron en dan kan je zo dat licht laten groeien over de hele wereld. Wat is er nou mooier om dat te beginnen op volle maan? En we hadden het idee om het ergens in oktober te doen, dus ik heb gegoogeld, 9 oktober, volle maan, fantastische dag om mee te beginnen. En we hebben voor Nederland een hele mooie plek gevonden, ik ga hem nog niet vertellen. Dat wordt 1 oktober bekendgemaakt. Anders dan heb je daar misschien nu al pelgrimsmensen die daar de boel gaan bezetten. We houden onze vuren branden totdat de duisternis is verdwenen. We willen aan het einde van het jaar, willen we als echt de donkere tijd is, uit die bronvuren fakkels aansteken en dan van alle kanten een hele grote fakkeltocht richting Den Haag gaan neerzetten. En dat we echt, maar niet alleen Den Haag, we doen dat dan wereldwijd naar de capitals, zoals we dat noemen, waar het kwaad regeert. Dat we in één keer echt massaal het licht overbrengen. We denken dat we op deze manier misschien zelfs de kanteling wel kunnen maken naar de nieuwe wereld. Die Hilda van 3 jaar geleden, die zou wel zeggen, wacht even, wie is die vrouw joh? Een beetje zweverig is het wel. Als jij een ruimte hebt die pikken donker is en je doet de gordijn een klein stukje open, is jouw kamer verlicht. Andersom werkt dat niet. Dus alleen licht zal de duisternis verslaan. Waar roep je nou toe op? Roep je iedereen op om een eigen vuur te doen op 9 oktober bij volle maan? Of om naar jouw plekje te komen die je nou nog niet zegt? Ik roep in eerste instantie iedereen op om naar het bronvuur, noemen we dat, te komen op de plek die we op 1 oktober inderdaad bekend gaan maken. Ja. En dan van daaruit, als jij denkt met jouw groep of met mensen in je dorp, je denkt, ik heb ook, wij zeggen doe het op privéterrein, want dan kan je het ook uithouden. Ga je het op gemeentegrond doen, is de kans heel groot dat je binnen een paar dagen op moet pakken. We vragen boeren om hun land beschikbaar te stellen hiervoor. Het leuke is als iedereen dat gaat filmen, dat je het bronvuur komt halen. Dat gaan we ook wereldwijd laten gaan, dat doen ze ook in andere landen. Op dit moment zijn er 9 landen die meedoen. Je kan ook een licht baken neerzetten. Je kan met ledlampjes gaan lopen. Ga je nou, is het een positief ding? Of ga je demonstreren? Want wat heeft Den Haag ermee te maken? Plezier gaan maken, licht gaan brengen, vuur gaan bouwen. Er komen drumcirkels bij. Er zal gedanst worden, er zal gelachen worden. Er zal gezongen worden. Waarmee je de trilling van de aarde enorm omhoog brengt. En dat is waar het kwaad gewoon niet in kan gedijen. En kom samen met ons verbinden met moeder aarde. Ja, dat denk ik van, het was bij de maan toch? Het is de maan en aarde, is andersom. De maan en de aarde houden elkaar in balans. Hè? Dus dat is wel weer een hele mooie combinatie. Ik zie jou dan 9 oktober, denk ik. Ja, geweldig. Ga mijn gitaar meenemen. Gitaar mee, inderdaad, je ukulele mee. Ja. Wijnand komt ook, die vond het ook al hartstikke leuk, had ik gehoord. Hij zegt, ah, dit vind ik echt, dit voel ik. Ja, dit is helemaal zijn ding. Nou, top. Ja. Oké, dankjewel Hilda. Heel veel mensen zitten er koud bij. Bij ons brandt het vuur altijd, dus daar kan je je komen verwarmen. En de bedoeling is om na het einde van het jaar de vuren ook aan te houden, om toch de donkere dagen met elkaar door te komen, voordat we de stap naar het licht gaan maken.